VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV blijft het goed doen en was zondag lang dicht bij een stunt tegen PSV, zometeen de beelden. En de wedstrijd leverde ook aardig wat gesprekstof op. We kijken natuurlijk ook uitgebreid vooruit naar het aanstaande speciale duel voor trainer Maurie Stijn. Voor hem zijn dit hele grote kansen. En dat bewijst hij ook hier. De redding is er van Zoet. Hij is hard. Ja, hij zou je kunnen zeggen niet zuiver genoeg, want niet in een hoek waardoor Zoet nog kan redden. Pereiro. Diepe corner. Moet hij dus worden teruggekopt. En ingekopt door de Jong, maar Roenestal. Geweldige redding. Natuurlijk doorlopen. Goed gezien. Hier is Locadia. De Jong komt. Krijgt hem in zijn voeten. Terugleggen op Locadia. En die schiet hem erin. Mooi gecombineerd. En PSV neemt de leiding. Maar daar ging de bal over van Krooi heen. Die allang meer geen... Rechtsbuiten is. Voorzet van Labiel. Dan ligt er iemand en geeft hij een penalty. De penalty is er voor VVV. En Leemans voor zijn vijfde doelpunt van het seizoen. Een vrije trap kon Zoet nog pakken. Hoe zit het met deze penalty? Die zit. Er zijn trainers die hun voetballers met tennisballen in de hand laten trainen. Om ze maar te leren dat ze van hun tegenstander af moeten blijven. Misschien een idee voor Rizimat Mehre, want die blijft het maar doen. En het leidt maar tot tegentreffers. Hier is Van Krooi. Tiki's positie. Daar achter Rizimat inderdaad. De bal wel iets te ver naar de buitenkant. Zeuntjes voor het doel. Van Krooi voor het doel. Hier is Van Krooi. Lekkere bal! En het is 2-1 via Hunten. Wat goed uitgespeeld door VVV Venlo. Torino Hunte met zijn eerste doelpunt van het seizoen. Die houdt hem nog net binnen. Geeft hem nog maar aan Van Krooi. En wie loopt er dan niet goed mee met Hunte? Dat is Van Ginkel. Pereiro. Ja, die heeft hem nu wel liggen voor zijn linker en schiet hem erin ook. Geweldige treffer. Van Pereiro. Die doet dit zeer fraai. Oef, die wordt even afgezaagd. Daar gaat de promesse kaart krijgen. En rood zelfs. Direct de rode kaart voor Gerald Promes. Die staat na hoe lang in het veld? Nog geen 5 minuten. Is dit rode kaart waard? Oeh, het is hard. En VVV moet verder met 10 man. Arias doet weer mee. De kopbal van Isimat. De kopbal op de lat daarna. En Schwab krijgt geen kans. Weghaalt Leemans. En daar is Isimat. En zit hij erin. En het is geen buitenspel. En Schwab zorgt voor de voorsprong voor PSV. Locadia. Legt het bij de Jong. En daar is... Nee, niet het doelpunt. En Mauro Junior schiet hem erin. Hij scoort bij zijn debuut. Locadia, de Jong, wil hem zelf wel eens maken en doet dat niet, want daar ligt Oenestal wel in de weg. En dan de voorzet, dat levert een doelpunt op via Pereiro en daar is de 2-5. Er is applaus van het thuispubliek, VVV hield lang stand. Uiteindelijk wint de koploper, maar zo soepel als 5-2 doet te vermoeden. Ging het nou toch ook weer niet, de hele wedstrijd in Venlo. Maurice, je moet ongetwijfeld het gevoel hebben gehad zondag dat er wat te halen viel tegen PSV, of niet? Ja, maar wat was wel helaas van korte duur. Want wel goed met 1-1 de rust in en goed uit de startblokken. Ja, en daarna is het 2-1 voor en in een aantal minuten gebeurt er natuurlijk heel veel. We komen op 2-2 ongelukkig. We krijgen een rode kaart en binnen een minuut ook weer 3-2. Dus ja, dat was wel van korte duur. Maar goed, het eerste uur was prima.
Dan naar twee hoofdrolspelers, zometeen de man van de rode kaart, maar eerst Torino Hunte over zijn eerste treffer in de Eredivisie. Ja, heerlijk met een klein nasmaak natuurlijk, omdat je eigenlijk 2-1 voorkomt. Ja, ik denk naar eigen zeggen wel verdiend. Dus dan is het prachtig, maar ja, uiteindelijk heeft het wel een vieze nasmaak, omdat je de wedstrijd met 5-2 verliest. Ja, voel je dat aankomen na zo'n rode kaart, dat het dan helemaal de andere kant op gaat? Of hadden jullie dat idee op dat moment nog niet? Ja, niet echt, moet ik eerlijk zeggen. Want je weet altijd, als het, met 10 man is het ook moeilijk voor de tegenpartij. En dan moet je het gewoon wat langer volhouden dan wij hadden gedaan. En dan maak je het tegenstander nog moeilijker. En dan konden wij er misschien ook nog uitkomen, maar ja... Helaas mag dat niet baten. Dat heeft ook met de kwaliteit van PSV te maken. Hè? Wij moeten noodgedwongen wisselen. Jens die kon niet meer verder. Dat wisten we. Die had lang niet gespeeld. Dus je brengt Promes. Ja, die gaat ook na een paar minuten al eraf. Dus ja, dat betekent dat je mist Danny Post. De Roel kon ik niet inbrengen. Dus ja, dat is dan is het eigenlijk alleen maar tegenhouden. Dat was jammer. Want ja, ook met een 3-2 achterstand tegen 10 man. Ja, dan hebben wij altijd een plan klaar om ook in die eindfase toe te slaan. Maar dat was dit keer gewoon niet mogelijk. Daar was PSV te goed voor. En ja, wij misten gewoon op dat moment ook te veel mensen om te schakelen in de wedstrijd. Het was heel ongelukkig. En... ja, in eerste instantie wil je natuurlijk starten, maar door een lichte blessure heb ik met de trainer besloten dat ik van de bank zou komen. En ja, dan kom je erin, krijg je direct een tegendoelpunt. Ook ongelukkig, want ik raak die bal heel licht. En ja, toen die rode kaart kwam eigenlijk vrij snel. En ja, achteraf heb je natuurlijk spijt dat je er zo in komt, maar... Het zag er gevaarlijk uit dan het in feite was, denk ik. Ja, er wordt veel over nagepraat het moment natuurlijk. Was het rood inderdaad, dat vind je zelf? Ja, ik kan wel begrijpen dat hij rood geeft. Maar als ik de televisiebeelden terug heb gekeken, vind ik het ja, op zijn minst een gele kaart waard. Donkergeel. Logisch dat jij dat zegt natuurlijk. Ja. Waarom deze actie? Nou, het is gewoon wat ik vaker doe. Ik ga gewoon voor de bal. En ik denk dat ik de bal ook raak en de man helemaal niet. Dus het zag er misschien gevaarlijker uit dan het was, wat ik net zei. Dus en ja, als er de volgende keer weer een bal ertussen valt, dan zal ik me misschien geen slijding maken, maar ik zal hem wel zetten dan. Ik vind nog steeds dat dat hij ook met geel had kunnen verstaan, Makkeli. Want uiteindelijk heeft hij de bal en raakt hij de speler niet. Maar ik vind iemand met de ervaring van Gerald, die moet niet daar het risico nemen door zo'n tackle in te zetten. En dat vind ik onnodig. Ik haal maar altijd bij mijn jongens erop dat we geen domme dingen moeten doen. Niet aan mensen gaan hangen, strafschoppen, elleboogstoten, rare tackles. En ja, deze valt daar ook onder. De tuchtcommissie van de KNVB heeft Promes voor zijn actie een schorsing van 3 wedstrijden, waarvan 1 voorwaardelijk opgelegd. De club gaat niet in beroep tegen deze straf. Nee, we accepteren de schorsing. Over het algemeen leert het dat in beroep gaan ook niet heel veel oplevert. Meestal krijg je er zelfs nog 1 bij. Gerald was ook niet 100% fit. Dus die heeft nu ook 2 weken de tijd om weer helemaal fit te worden voor de wedstrijd tegen Heracles. De sportieve prestaties van VVV worden op dit moment opnieuw overschaduwd door iets waar spelers en staf geen invloed op hebben. Na afloop van de wedstrijd VVV-PSV maakten enkele toeschouwers oerwoudgeluiden en riepen racistische scheldwoorden in de richting van enkele donkere PSV'ers. De club en fanclub distancieren zich van de racistische geluiden en er is aangifte gedaan bij de politie. Het meest vervelende vind ik aan dit soort wedstrijden, dat heb je ook in de wedstrijd tegen Ajax, gaat het puur over het kunstgras. Volgens mij hebben we tegen Ajax, heeft iedereen een heerlijke middag gehad, het was lekker weer. De supporters van Ajax en VVV wat door elkaar heen zat, wat allemaal hartstikke goed ging. De Ajax supporters die voor een geweldige sfeer zorgden. Dat vond ik zondag ook. Als je zag dat het allemaal door elkaar heen ging, dan zie je de gasvrijheid en de gemoedelijkheid zoals het hoort, hè, in het voetbal. Ja, en als dan door een aantal mensen dat verpest wordt, ja, dan
denk ik ook, ondanks dat we het niet... Ik wil het niet bagatelliseren, maar ja, ik geef het liever de aandacht aan alle mooie dingen van afgelopen zondag. En natuurlijk, het is jammer dat we verloren hebben, maar een uur lang heel goed meegedaan met PSV, die bovenaan staan. Beide supporters hebben er een geweldige, sfeervolle middag van gemaakt. En ik denk dat we zondag, met uitzondering van die aantal mensen, dat we weer een voorbeeld zijn geweest in het betaalde voetbal, hoe het hoort te zijn. En daar kijk ik veel liever naar. Dus eigenlijk wil ik er zo min mogelijk aandacht aan schenken. Ja, het is natuurlijk zeer kwalijk dat zoiets hier gebeurt. En ik heb het zelf hier ook nog nooit meegemaakt, die racistische oerwoudgeluiden. En maar het zijn maar misschien 2-3 mensen die het doen. Dus, en ik vind dat die gozers sowieso hard aangepakt moeten worden. Ja, wij vinden het als spelersgroep wel vervelend. Ook omdat wij denken zelf als VV zijnde doe je daar VV tekort mee. Als je ziet hoe VV omgaat met alle jongens van alle culturen, laat me het zo zeggen. Daar gaan ze gewoon goed mee om. Andere spelers worden hier gewoon fantastisch ontvangen. En het klein groepje mensen die dat dan... Die zich zo laten horen, dat is dan alleen maar jammer. En ik denk dat je echt je doet eigenlijk VV eigenlijk alleen tekort. Marco heeft uitstekend gereageerd al zondag. En er wordt onderzoek gedaan en de politie is erbij betrokken. Ik vind ook dat die mensen horen niet in het stadion thuis. Dat is duidelijk. Maar het is jammer dat dat de boventoon voert. Hè? Tegen Ajax het kunstgras. Nu die aantal supporters die het dan verpesten voor 8000 welwillenden. En daar wil ik eigenlijk heel snel vanaf. En weer naar hoe mooi het op dit moment is om hier te werken. En hoe goed het gaat en hoe goed de sfeer is. En dat vind ik veel belangrijker. En dat hoop ik zaterdag ook. Zaterdag zullen ook weer veel supporters van ADO deze kant op komen. Zullen ook weer overal door elkaar heen zitten. En dan hoop ik ook dat het weer een geweldige sfeer wordt met een geweldige wedstrijd. Dat is wat je hoopt. Want daar kom je voor naar het stadion. En niet voor een paar mensen die het verpesten voor de rest. En er was nog wel ander goed nieuws uit het stadion deze week. De bierprijs is omlaag gegaan. Ja, dat is denk ik wat allerbelangrijkste nieuws toch van deze week. Weinig beelden van de training vandaag, omdat Stijn zijn selectie in alle rust wil voorbereiden op de komende wedstrijd zaterdag thuis tegen ADO Den Haag. Een selectie waarbij naast de geschorste Promes nog steeds een flink aantal spelers ontbreken of nog niet wedstrijdfit zijn. Ja, we zitten even in een fase waarin we wat problemen hebben. We hebben wat langdurige blessures, Opoku, Dekker, die er weken uit zijn. Nou, daar kwamen eigenlijk relatief wat lichte blessures van Promes en Pos bij. Maar die bleken toch wat hardnekkiger dan we gedacht hadden. Nou, Roel Jansen die aan het kwakkelen is geweest, maar die nu ook weer op de weg terug is. Dus ja, Promes, Opoku en Dekker, die zijn daar zeker niet bij. Nou, Roel Jansen zal hopelijk op de bank beginnen. En we gaan kijken hoe ver het met Danny gaat. Maar ja, daar verwacht ik eigenlijk ook niet van dat hij zaterdag kan starten. Met de terugkeer van VVV op het hoogste niveau kan trainer Mauri Stijn eindelijk spelen tegen zijn oude club ADO Den Haag. De Hagenaar speelde in de jeugd van ADO, daarna in het eerste en was na jeugdtrainer en assistent zo'n 3 seizoenen hoofdtrainer bij de club uit de Hofstad. Ja, dit is mooi omdat... Je tegen een elftal komt te spelen waarin 6 jongens nog spelen die onder jou gedebuteerd hebben. Waar je Europees voetbal mee gespeeld hebt met mannen. Waar je heel veel mee hebt gemaakt. En waar ook binnen de club ook hele mooie vriendschappen zijn ontstaan. Waar ik nog heel veel contact heb binnen de club. En daar ook heel veel mensen vanuit Den Haag naar Venlo reizen. Omdat dit voor heel veel mensen een bijzondere wedstrijd is. Dus ja, dat kan ik niet ontkennen. Nou, gaan de appjes en sms'jes misschien nou al over en weer van wie gaat winnen zaterdag? Nou, ik ben niet zo van het appen en sms'en. Ik heb al gisteren contact gehad met Beugelsdijk die helaas geschorst is. En dat vind ik voor hem jammer, want met Tommy is ook een van de spelers waar ik altijd uitstekend mee gewerkt heb. En die heeft destijds zelfs hier in de koel onder mij, de laatste keer dat ik hier trainer was namens ADO, zijn debuut gemaakt. Dus ja, dat zijn allemaal mooie momenten. En verder rest heb ik veel contact met heel veel mensen. En dat is allemaal op een hele respectvolle manier. Nou, volgens mij, als ik het goed heb, als hoofdtrainer heb je hier 1 keer gewonnen en 1 keer verloren in de koel met ADO. Ja. Wat wordt het zaterdag? Ja, dan zou je denken gelijk spellen. Nee, ja, het is heel lastig. Ik vind ADO wel echt een uitstekend team. En die hebben, vind ik, heel veel kwaliteit. Ook heel veel pure snelheid voorin. Veel voetballend vermogen op het middenveld met Immers en El Kayati. Verdedigend staat het goed. Goede keeper op het doel.
En ik verwacht ook dat zij echt wel dadelijk richting die play-off plekken om Europees voetbal gaan meedraaien. Die hebben gewoon een uitstekende ploeg. Maar wij zijn ook een ploeg die op dit moment hartstikke goed doet. Die pas 2 keer verloren heeft. En die, ja, die voor elke tegenstander moeilijk te bespelen is. Dus ja, ik denk dat het wel een hele interessante wedstrijd kan gaan worden. VVV was vaak succesvol in eigen huis tegen ADO en er werd altijd veel gescoord. De laatste ontmoetingen dateren uit 2012 tegen een ADO dat onder leiding stond van Maurie Stijn. In april was er een 2-1 overwinning voor VVV door een eigen doelpunt van Haagse zijde. In augustus werd het 2-4 met Venlose treffers van Marcel Sijp en Ismo Vostermans. We sluiten af met een treffen tussen VVV en ADO van ruim 8 jaar geleden. De ploeg van toenmalig trainer Jan van Dijk komt na een half uur spelen op een 0-2 achterstand. Maar dan... Viana. Oppassen nu voor ADO. Honda, ja! Oh! Los van Buis en Honda scoort. En de scouts uit Engeland kunnen hun notitieboekje tevoorschijn halen. Schaken bij de tweede paal. Honda is de tweede mogelijkheid. En heeft die bal gezeten? Ja! De grensrechter zegt ja. En dat betwijfel ik, maar er staat wel 2-2. Oh ja, we zijn op dinsdag weer. Dan een terugblik op VVV ADO. En we kijken vooruit naar de doordeweekse bekerwedstrijd tegen FC Utrecht. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.